In der tijd veroorzaakte het machinale weefgetouw een revolutie in de weefindustrie. Maar grote patronen kon men eerst machinaal gaan weven dankzij de uitvinding van de Fransman Jacquard. De patronen worden overgebracht enigszins als de muziek van een draaiorgel met een soort orgelboeken die de toevoer van de draden besturen. De uitvinding, die dateert uit 1799, heeft met allerlei verbeteringen tot op de huidige dag stand gehouden. Zij wordt thans ook nog gebruikt in de tapijtweverij. Op deze wijze worden tapijten snel en doeltreffend geweven. Maar onze tijd zoekt naar grotere snelheid. De computer is thans ook dit gebied binnengedrongen. Een met foto-elektrische cellen werkende aftaster neemt de lijnen en kleuren van het patroon op en geeft die door naar de computer, die om te beginnen de toevoer van de draden naar het weefgetouw regelt. Aangezien die toevoer door een feilloze apparatuur plaatsvindt, is het toezicht op het weefgetouw sterk vereenvoudigd. Met 1000 naalden in bedrijf maakt het toestel 450 vierkante meter tapijt per uur. De lichtjes geven aan welke draden werken. De aftaster verwerkt zowel ruit- als bloemmotieven. En het geheel van transistors, condensatoren en persluchtinstallaties werkt 40 maal zo snel als de machine van Jacquard. Deze nieuwe machine van Brits-Nederlands ontwerp wordt thans voor het eerst ter wereld in Hilversum gebruikt. Als er een stuk van bepaalde lengte gereed is, wordt het tapijt van de machine genomen en gecontroleerd. Met dit vernuftige apparaat zijn allerlei kleurencombinaties te maken en een grote verscheidenheid van dessins.